uiteindelijk gaan we uit elkaar en zien we elkaar op die manier een lange periode niet. En komt ze 2 jaar geleden terug met, ja, ik heb hulp nodig. Wie kan mij helpen? En toen kwamen wij op de lijn. Ja, en ik had echt zoiets van, ik ga instappen, want ik wil haar ook echt helpen. Die spelen kwamen dichtbij en ik had ook het idee dat ik iets voor haar kon betekenen. Weet je wel, het verschil kon maken voor haar. Als je gaat kijken wat we de afgelopen jaar met name gedaan hebben, is gewoon haar sterke kant opzoeken. In het judo, als je daar gaat kijken wat we gedaan hebben, zijn gewoon heel veel verschillende bewegingen achter elkaar maken. Veel interactie opzoeken, weet je wel, met elkaar. En dat heeft eigenlijk toe geleid dat we in de afgelopen 2 jaar flinke stappen hebben kunnen maken daarbij. Ja. Nou, als je gaat kijken in de wedstrijden, dan is ze altijd in staat om met een heel goed plan te starten. Dus zij weet gewoon van tevoren wat ze moet doen om in die wedstrijd de juiste keuzes op de juiste momenten te maken. Zij heeft gewoon zoveel vertrouwen in haar eigen kunnen. Ze is gewoon sterk, ze weet wat ze moet doen. Dat gewoon voor haar op dat moment de juiste keuze is. Als ik dit moet doen, doe ik dit. Als ik naar voren moet gaan, ga ik naar voren. Als ik naar achteren ga, ga ik naar achteren. Dus dat geeft gewoon heel veel vrijheid. Ik denk dat ze dat ook heel goed kan gebruiken. En wat ze ook geleerd heeft en wat ze de afgelopen wedstrijden heel goed laat zien, is dat ze echt in staat is om te willen. Ze wil ook winnen. Ja, weet je, wij zijn maar voor 1 ding aan het trainen. En dat betekent gewoon dat die droom die er al jaren staat, die moet nou een invulling gaan krijgen. Dus wij gaan gewoon voor goud. Dus dit is de allerbelangrijkste medaille die er is. En we hebben ook maar 1 kans om hem nou te pakken. Dus ja, wij gaan gewoon daarvoor. En ik hoop echt dat ze die gouden medaille binnen gaat slepen. In 2019 merkte ik dat ik een beetje in een sleur was geraakt. En toen heb ik echt voor gekozen om wat nieuwe prikkels toe te voegen. En ook daarin te kiezen voor wat andere trainers. Die weer expertise's hadden op andere gebieden. Zoals Olympic weightlifting. En ook weer terug te gaan naar een bekend gezicht van mij, Tom Willemsen. Waar ja, toch weer eventjes andere prikkels van te krijgen. Conditioneel weer beter te worden. Waar ik echt stappen in heb gemaakt, is die volhardheid, exclusiviteit. Maar ook bijvoorbeeld simpele dingen als mijn gripkracht. Dat is gewoon echt stukken beter geworden. Nou ja, het jaar heb ik echt toegewerkt naar het EK. Want dat was het laatste moment voordat de nationale kwalificatie voor de Olympische Spelen sloten. Dat EK dat ging zo goed. Ik ben uiteindelijk tweede geworden. Daarna hou je gewoon een heel goed gevoel over. En dan is het gewoon nog heel spannend om te wachten tot dat verlossende telefoontje. Dat kwam een week later. En als je dan de woorden hoort dat je gewoon naar de Spelen gaat. Ja, dat is zo gaaf. Op de Spelen mijn beste jullie laten zien. Dus van licht ging veranderen, mijn krachten, mijn grip. Ik hoop dat alles door de trainingen die ik heb gemaakt, dat alles in elkaar valt en dat het daar gewoon eruit komt. Ik weet zeker dat als al die puzzelstukjes op die dag in elkaar vallen, dan ga ik gewoon om de medailles judoën. En ja, dan ben ik echt van overtuigd dat ik heel ver kan komen.